Mijn naam is Ton Lankrijer, mediajournalist en interviewer voor Café Weltschmerz. De stad ligt op koers. Er is geen vuiltje aan de lucht in Rio de Janeiro. Dat zegt het Internationale Olympisch Comité. Hoe grappig. Zelf het symbool van ultieme corruptie. Ze houden de moed erin. Heel snel gaan die Spelen komen, namelijk op 5 augustus. Maar die Spelen gaan schuil achter een façade van opportunisme, leugens en bedrog. Het land Brazilië gaat hen onder aan armoede, drugs en een zware economische crisis. Desondanks staat de teller voor de Spelen op 16 miljard. Ik praat hierover met Roxane van Ieperen, schrijfster van het boek Schuim der Aarde en Brazilië-kenner. Roxane, welkom. Dankjewel, Tom. Je hoorde bij een intro. Mm-hmm. Je bent heel erg goed ingevoerd in Brazilië. Mm-hmm. Vanwaar die enorme belangstelling? Kun je dat uitleggen? Ja, dat is een beetje de verkeerd om wereld. Iedereen denkt dat ik de roman die ik heb geschreven, Schuim der Aarde, daar heb laten plaatsvinden omdat ik blijkbaar een grote fascinatie met Brazilië heb. Maar dat is eigenlijk een beetje andersom gegaan. Ik heb eerst een paar jaar geleden het verhaal van deze roman geschreven zonder plaats. Okay. En op een gegeven moment heb ik besloten dat toen ik het eerste raster van dit verhaal had en de hoofdstukken had opgehangen aan zinnen en thema's van favoriete schrijvers en dichters, die eigenlijk bijna allemaal uit Portugal, Zuid-Amerika, Brazilië komen. Mm-hmm. Toen dacht ik, dit kan niet anders dan Brazilië zijn. En toen ben ik er heel hard op gaan studeren. En heb ik vervolgens het hele boek herschreven met een heleboel details van de Braziliaanse literatuur en de politiek, de geschiedenis, de hele achtergrond. Zodat het verhaal moet nog steeds een mooi verhaal zijn, ook als je niet van Brazilië houdt of je bent er nooit geweest. Ja. En als je een Brazilië-liefhebber bent, dan zul je in het hele boek overal dingen herkennen en denken, oh ja, dat is daar en dat is dit en dat komt uit boek. En heel raar, als ik je mag onderbreken, heel vreemd. Want je bent voor de correspondent eigenlijk reizend correspondent in Brazilië geweest. Je hebt voor de correspondent geschreven. Ja, ja. Niet als reizend correspondent. Dat is een beetje het misverstand. Dat staat wel ergens op een site. Nee, er staat Roxane van Ieperen schrijft voor ons de verhalen die je moet weten uit Brazilië. Oké. Okay. Dat is wat anders dan reizend correspondent. Want dat lijkt echt alsof je echt in heel Brazilië bent geweest. Maar we moeten niet vergeten dat het groter is dan Europa. Hè? Maar je bent wel daar voor hun geweest. Ja. Dat is zeker toch de bedoeling? Ja, nee, dat is zeker waar. Ja. Daarom is het zo ongelooflijk vreemd. Want als je het boek leest en je ziet ook jouw activiteiten voor de correspondent, dan heb je meteen de link van logisch. Ik zal je een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld de mensen van New York. Hè? Mm-hmm. The people of New York. Mm-hmm. Dat is een wereld. Dat is zijn fotografen doen het ook veel. Hè? Dus die elke dag laten ze iemand aan het woord uit een stad. Yeah. Dat is wereldwijd. Jouw personages in je boek, daar lijkt het een beetje op. Van, je voelt een aantal verschillende personages op. Hè? Mm-hmm. Een jong iemand. Een wees. Yeah. Twee prostituees, zeg maar. Dus ik had zoiets van, je gebruikt de personages om ook de cultuur van het land te kunnen beschrijven. Nee, maar we moeten ook niet vergeten dat de problematiek die daar speelt en die ook in mijn boek speelt, ja, dat is universeel. En ik ben alleen maar heel erg blij met alle aandacht die dus nu er voor Brazilië is, omdat zometeen de Spelen daar gaan neerstrijken en er tussen de 500.000 en een miljoen mensen uit het buitenland daar naartoe komen. Maar het hele verhaal van je geschiedenis niet hebben afgesloten, daar niet mee in het reinen zijn gekomen, waardoor dat blijft dooretteren in de problemen vandaag de dag. Extreme ongelijkheid en wat dat oplevert voor een geweld in een land. Financiële crisis en de verschillende gevolgen die daaruit komen. Ja, dat zijn natuurlijk op dit moment thema's die je op een heleboel landen kan plakken. Ja, maar luister, je schrijft een lucky shot, hè? Ik was op zoek naar een aanleiding, want dat hele Rio interesseert me. Mm-hmm. Ja, kijk naar Rusland wat er gebeurd is. Poetin heeft ook hele dorpen vernietigd. En 30 miljard heeft het daar gekost. Mm-hmm. Ja, ook een land waar veel protest was tegen de Spelen. Ja. Maar dit is nog vele malen erger. Hè?
De dingen die jij bijvoorbeeld beschrijft, het schoonvegen van sloppenwijken, mensen echt opruimen, om een ander beeld te krijgen van het land. Je hebt dus een boek geschreven, geweldig, je bent 40 jaar, hè? Dat is je literaire debuut, hè? Ja. Want je bent wel een enorme veelschrijver, maar dit is je eerste boek. Ja, absoluut. Dus daar gaan we vooral aandacht aan besteden. Maar ik wil toch even naar de actualiteit met je, omdat het zo'n façade is, hè? Wat vind jij daar zelf van? Nee, nog even los van je boek. Nee, het is absoluut een façade. Maar ook dat is weer niet uniek. Het is natuurlijk niet zo dat het IOC en de Olympische Spelen... grote sportevenementen, je noemde net volgens mij... je noemde niet de FIFA, maar je zei IOC is ook al toonbeeld van corruptie. Nou ja, we hebben toch de hele Blatter-affaire gehad. Ja, dat is wat FIFA. Ik bedoel. Deze mannen zijn zelf niet zuiver op de graad. Mm-hmm. En dan komen de Spelen ook nog in een land wat absoluut ook niet zuiver is. Jawel, maar dat is dus niet uniek. Dat is dus niet iets wat nu voor het eerst gebeurt. Nee, nee. Dat is een eigenlijk een businessmodel. De Olympische Spelen, wat ooit vanuit de beste intentie begonnen is. Verbroedering, volkeren bij elkaar brengen. Ja. En ook voorspoed naar een land brengen. Omdat er natuurlijk een heleboel toeristen en aandacht voor een land is. En ergens along the way, de afgelopen decennia, is dat businessmodel... zoals dat natuurlijk vaker gaat, zichzelf in de staart gaan bijten. En op dat punt zitten we nu. En, want het is al lang bewezen, en dat heb ik ook bestudeerd wat Rio betreft. Natuurlijk zullen ze er enig voordeel bij hebben. Maar voordeel? Nou ja, wat jij zegt, het is een economisch model. Dus als je de spelers zouden zo moeten zijn... net zo goed als je de Tour de France in Utrecht laat komen... Mm-hmm. dan krijg je nastraling. Dus mm-hmm. heel Nederland of de hele wereld ziet Utrecht... De hele wereld kijkt naar de Olympische Spelen in Rio. Mm-hmm. Dus het zou economisch iets kunnen opleveren. Hè? Dat wordt dat altijd zou kunnen, gezegd. Maar daar is een heleboel onderzoek naar gedaan. Maar dat is helemaal niet waar, en toch? En dat is feitelijk gezien is dat helemaal niet zo. En, dat weet je ook echt zeker? Ja, daar is een heleboel onderzoek naar gedaan. Okay. En Barcelona is van de laatste decennia... is Barcelona de enige die daar gewoon echt nog steeds de vruchten van plukt. Ja. En die daadwerkelijk gewoon een enorme toename in toerisme en aandacht heeft gezien. En dus ook een economische voorspoed. En verder, om een voorbeeld te noemen... Athene is nog steeds bezig met enorme schulden af te betalen. Ja. En dan heb je laatst het financiële, nog natuurlijk het mensenrechten deel. Maar er komt dus weinig uit. Zo oud ben je wel, omdat we het te weten, hè? Freek de Jonge met Argentinië. Het protest eigenlijk al. Ja. Is het niet raar dat zo'n IOC zo'n land wel de gelegenheid geeft? Is dat niet amoreel? Zou zo'n IOC niet moeten kijken van wat is de situatie in het land? Hoe is de economische situatie? Dat sommige landen er eigenlijk alleen maar verschrikkelijk onder gaan lijden onder die Spelen? Of vind je dat gek? Nee, mag iedereen zich aanmelden? Nee, dat is onzin. Ik denk ook zeker dat het IOC dat doet... En althans zeker de pretentie heeft dat het dat doet. Als je het IOC hierop aanspreekt... we noemen nu het IOC, maar hetzelfde geldt natuurlijk voor de multinationals... die daar eigenlijk hun volledige marketingbudget stuk slaan en daar heel veel geld uit halen. Voor Heineken geldt hetzelfde en zo kun je nog een hele rij opvoeren. Als je het ze vraagt, zullen ze zeker zeggen... natuurlijk verdiepen wij ons daarin, maar wij brengen... voorspoed. Ik zeg het wel eens, ik vertel het wel eens zo. Ja. De Olympische Spelen worden gezien als een vruchtbaarheidsboom die wordt gedoneerd aan een stad. Dus dat is een zaadje waar je niet onmiddellijk de korte termijn effecten van ziet. Dat zie je pas later. Dat zegt men. Ja. Waar ik het vaak mee vergelijk is, het is geen vruchtbaarheidsboom, maar het is een olietanker. Dus het is niet zo dat ze problemen brengen naar een stad die er eerder al niet waren. Prima. Maar wat je doet is, je vaart eigenlijk met die olietanker de stad binnen. En mooi. Alles en iedereen moet daarvoor wijken. En je vertrekt daarna gewoon weer. En de bewoners, de lokale bewoners, zijn achtergebleven to pick up the pieces. Dus ik denk niet dat IOC denkt dat ze daar iets heel slechts aan het doen zijn. Ik denk dat zij denken dat zij iets heel goeds aan het doen zijn. Ja. Ten onrechte, maar ik denk wel dat ze oprechte bedoelingen hebben. Ja, ik betwijfel dat dus, maar goed. Waarom dan? Of waar nou ja, de aanleiding omdat daarvoor? Ze natuurlijk ook intern zo ongelooflijk veel problemen hebben gehad. Hè? Mm-hmm. Deze club is natuurlijk heel erg verdacht, hè? Hele Blatter-affaire. Dus de mensen die besluiten daar maar nemen... Maar heb je het over het IOC? Ja, of? Ik heb het over het IOC. Ja? Ik vind het zo gek dat sommige landen dus die Spelen krijgen... terwijl het daar eigenlijk... Er is geen basis voor die Olympische Spelen in Brazilië. Maar waar zou je het dan nog kunnen organiseren? Nou ja, misschien toch in landen waar het voorspoediger gaat, economisch gezien. Nederland heeft het toch ook geprobeerd? Jawel, maar dan wat natuurlijk het... Ik speel even advocaat van de duivel, hè. Het is niet mijn mening, maar wat IOC daar tegenaan zou voeren...
denk ik zo, is waarom zou je nou weer zo'n sportevenement met zoveel aandacht, zoveel tv-rechten, zoveel geld, waar nu weer aan een land geven dat, waar het al goed mee gaat. Ja, oké. Wat ik graag van je wil weten is de media in het land, in Brazilië. Daar weet je vast iets van. Mm-hmm. De media manipuleren natuurlijk op een verschrikkelijke manier. Kun je daar voorbeelden van geven? Nou, ik vind het niet zo natuurlijk. Brazilië is een democratie. Een jonge democratie, maar wel een democratie. Dus dat zou suggereren persvrijheid. En je bent mediajournalist, dus je hebt vast ook wel een idee over hoe de media functioneren in landen als Nederland. Waar, absoluut. Veel langere traditie is met persvrijheid. Nou, neem dat naar een land als Brazilië. Wat dus een ingewikkelde geschiedenis heeft met de militaire dictatuur. Ja, die pas enkele decennia geleden waar ze afscheid van hebben genomen. En wat een heel belangrijk aspect is, en daarom kunnen wij daar ook wat van leren en andere landen, is die dictatuur is nooit afgesloten. Daar is men nooit mee in het reinen gekomen. In andere Latijns-Amerikaanse landen kennen we ook dictaturen. Maar daar is sneller een tribunaal, een waarheidscommissie. Mensen zijn voor het gerecht gebracht die daar verantwoordelijk waren. En dat brengt een bepaalde vorm van loutering in een samenleving. Daarom is dat zo belangrijk. Brazilië is daar een uitzondering in. Want wat is daar gebeurd? Er is daar een amnestiewet gekomen die heeft gezegd, nou, de bannelingen uit de dictatuur, dus de communisten, de guerrilla's, die mochten terugkeren zonder te worden vervolgd. Ja. Daar stond tegenover dat de mensen die in de dictatuur aan de macht zaten, dus de bevelhebbers, heel veel mensen in het leger, de elite, dat is aan de rechterkant van het spectrum geweest, die gingen vrij uit. Wat je vervolgens ziet is dat dus de media, en dan neem even een voorbeeld, een zeer machtig medium is O Globo. Dat is een soort Berlusconi-achtige familie, miljardairs, en die hebben O Globo. Dat is tv, radio, kranten, dat is online. Gewoon zoals Berlusconi het in eigen hand heeft, op dezelfde manier. Ja, het is een soortgelijk conglomeraat. Het is een hele rijke familie. Nou, die waren voor de dictatuur, hadden die al een hele belangrijke stem in Brazilië en hebben zich destijds aan de kant van de elite geschaard en hebben gezorgd dat er een staatsgreep kwam. Niet gezorgd, maar dat ondersteund in hun media. En je ziet dus dat de afgelopen decennia in die democratie, dat O Globo nog steeds een enorme macht in dat medialandschap heeft. We hebben afgelopen 2016 was natuurlijk een heel spannend jaar met Dilma Rousseff, de president, de opvolgster van de geliefde Lula, die ervoor heeft gezorgd dat het WK en de Olympische Spelen naar Brazilië konden komen. Nou, Dilma Rousseff is net natuurlijk geschorst omdat er een afzettingsprocedure tegen haar loopt. Ja. En wat je dan dus zag, een beetje een lange aanloop naar het punt dat ik wil maken, is dat dus de media en dan weer ook Globo en zo nog een heleboel in het voetspoor daarvan, hebben zich eigenlijk weer aan de kant geschaard van de rechtse elite van het land in de ondersteuning van de bevolking die je op straat zag, wat eigenlijk alleen maar hoogopgeleide witte mensen waren, om die afzetting van Dilma te eisen, die afzettingsprocedure. Dat is ook gelukt. Het verschil alleen, ik wil toch nog iets positiefs erover kunnen zeggen, het verschil met een aantal decennia geleden is dat we nu internet hebben. Dus je hebt ook Globo, je hebt in heel Brazilië, staat overal de hele dag, staat dat aan. Het is niet zo dat iedereen daar al de hele dag op internet zit. Die ook Globo staat aan en dat is toch het belangrijkste medium daar. Maar je hebt inmiddels ook een heleboel alternatieve blogs. En je hebt twitteraars en je hebt je krijgt dus een andere Facebookers. De echte informatie komt daardoor meer naar buiten. Wat is echt, laat ik het zo zeggen, bedoel, als het een familie, tegenwicht. Ja, maar als de familie, als de familie kranten en tv en radio beheren, zoals Berlusconi. Of in andere landen waar je staatstv hebt. Ja. Dan heb je natuurlijk een eenrichtingsmedia. Ja. Je hoort het maar vanuit één koker. Het slechtste wat je precies kan hebben. En dat begint te veranderen omdat er dus nu, er zijn ook kranten, heus kranten die wat meer de andere kant benadrukken. Maar het massamedium was toch altijd aan de kant van de elite. Mm-hmm. En je ziet nu dat via die alternatieve blogs er opeens gezegd wordt en mensen ook gaan twitteren. Bekende Brazilianen met miljoenen volgers die twitteren dan bijvoorbeeld letterlijk, hé, wacht eens even, ik zie wel de miljoenen opstanden die eisen om het aftreden van Dilma. Ja. Maar vandaag zijn er opstanden massaprotesten op straat ter ondersteuning van Dilma. Waarom zie ik dat nergens? Ja.
Nou ja, dat zijn natuurlijk hele spannende, mooie ontwikkelingen. Ja. Wat ik zo grappig vind, hè, de kijker kijkt naar jou. Ja. Je zit hier als schrijfster van een boek. Ja. Maar die heeft natuurlijk al lang in de gaten, als hij jou hoort praten over politiek en strategie, dat er nog veel meer capaciteiten en disciplines in jou schuilen. Je bent strateeg bijvoorbeeld. Ik vind het altijd wel een hele nare naam. Nee, maar ik heb zulke rare dingen voorbij zien komen. Je hebt zoveel rare dingen. Nou ja, niet raar, maar je hebt feitelijk heb je zo ongelooflijk veel. Je bent jurist. Ja. Dat ben je, hè? Dat is een strateeg en publicist, hè? Dat is kort samengevat. Dat zag ik allemaal natuurlijk een. Nou ja, wat ik citeer het eventjes. Je combineert een zakelijke adviespraktijk met onderzoek en publicaties. Met name gericht op politiek, bedrijfsethiek en mensenrechten. Dus dat is nogal wat, hè? Dat schrijven, dit zijn je hoofdfuncties, zeg maar. Ja. En die literaire ambitie, is die er altijd geweest? Ja, natuurlijk. Maar luister, er moet natuurlijk, daar zitten verschillende aspecten aan. Sowieso het schrijven van een boek, vind ik, dat stond voor mij altijd op het hoogste plan. Hoe komt dat toch, hè? Ik heb dat zelf nu ook, ben ook met mijn derde boek bezig. Waarom is dat, wij die ook andere dingen doen, wat is die behoefte? Want ik lees dan, naast je gewone werk, tussen aanhalingstekens, ben je gaan schrijven. Zo is het gegaan. Nou, behoefte, het is, voor mij was, kijk, die behoefte is er altijd geweest. Ik heb altijd geschreven. En, als meisje bijvoorbeeld? Ja, absoluut. Nee, maar dagboeken? Nee, maar ook wel verhalen en gedichten. Vanaf hoe oud? Altijd. Ik was gewoon altijd de nerd in de hoek die het liefst zich onttrok aan, dus je op moederdag, aan het drukke gedoe. Jij leverde een gedichtje in op moederdag in plaats van een ander cadeautje. Nee, dat vond ik dan weer te pathetisch. Dus dan zou ik er weer waarschijnlijk een gruwelverhaal van hebben gemaakt over moedermoord of zo. Ja. Dus nee, ik probeerde wel altijd een beetje origineel te zijn. Nee, maar het stond voor mij in zo'n hoog aanzien dat ik dacht, wil je dat proberen? En wil je daar al helemaal mee naar buiten treden? Waarom is dat zo'n hoog aanzien? Elke BN'er schrijft een boek. Ja, maar je hebt boeken en boeken. Nee, maar ik zeg het bewust. Heel veel BN'ers laten een boek schrijven. De waarde van een boek of het kunnen schrijven van een boek is behoorlijk gedevalueerd daardoor, hè? Ja, maar voor mij niet. Okay. Kijk, ik onttrek me aan dat soort overduidelijke ontwikkelingen die wel gaande zijn. Maar ik heb mijn eigen lat, hanteer ik heel hoog. En ik weet, je moet nogal een ego hebben om te denken dat mensen jouw schrijfsels willen lezen. Ja. En daarom is non-fictie natuurlijk makkelijker, want dat gaat niet over jou. Je vraagt een platform voor een onderwerp waar je boos over bent. Ja. Over mensenrechten, waar het over gaat. Ja. De onderzoeken die je doet, die zitten altijd inderdaad of in het bedrijfsmatige, of meer bij de grondrechten. Ja. Dat is voor mij overigens allemaal wel één pond nat. Het gaat namelijk over de absolute fundamenten van waarop al het andere gebouwd is. Dus ik ga altijd helemaal terug naar de basis. Maar wil je nou met een heel kwetsbaar eigen verhaal komen en ook nog denken dat dat literatuur is? Ja, ik vond dat altijd nogal wat. Dat mensen dan dachten van nou, alsjeblieft lees het maar en wees erdoor geraakt. Is dat de reden waarom je nu pas debuteert? Dat denk ik wel. Je hebt het gewoon uitgesteld, dat is een soort gêne van wat moeten de mensen met mijn boek? Nou, het is niet eens gêne, maar wel echt het idee, de lat moet wel op het allerhoogst liggen. En ik moet over een zekere schroom heen stappen. Okay. Van ik mag gehoord worden. En dat is helemaal geen valse bescheidenheid. Dat is puur dat ik denk, mogen die bladzijden beschreven worden? Of had je het beter niet kunnen doen? Ja. Wat ik heel gek vind, want je stukken over Brazilië zijn buitengewoon mooi geschreven. Voor de correspondent. Echt zeer, het pakt meteen dat ik dacht, waarom ben je niet slimmer geweest? Waarom heb je niet al meer verhalen, zoals in de correspondent, zeg maar. Waarom heb je geen bundeling gemaakt? Waarom heb je niet op 5 augustus, op de dag van de Spelen, een boek uitgebracht met deze verhalen over Brazilië? Ja. Dat had zo voor de hand gelegen. Klopt. Een journalistiek boek. Dat is ook meteen mijn zwakste punt. Ik ga altijd volledig op in de materie en commercieel gezien ben ik niet zo sterk. Dus ik kan wel, als ik ingehuurd word ergens als bedrijfsadviseur, kan ik dat voor een bedrijf, kan ik daar prima een strategisch plan voor schrijven. Voor mezelf vind ik dat heel ingewikkeld. En ja, mijn belangrijkste doel met dit soort dingen is dan mensen raken, mensen informeren. En dan inderdaad zou het heel slim zijn geweest als er nu een boekje lag met... Nou, nou niet alleen slim, hè? Wacht even, want de stukken zijn dermate inspirerend.
dat het bijna voor de hand lag. Ik had zoiets van, nou weet je wel, dat gaat ze nog wel... Ik heb het wel aangedragen bij een aantal mensen. Maar ik ben dan inderdaad helaas wel zo dat als er dan niet meteen op gereageerd wordt en het wordt opgepikt... dat ik dan denk van, oké, door. En heb je niet iemand in je omgeving? Je zit nu bij een uitgeverij die, mm-hmm. die nogal ondernemend is en anders is. Ja, maar die zit natuurlijk meer aan de literaire kant, hè? Niet hier. Maar heb je in je omgeving nooit iemand gehad die heeft gezegd van... weet je wat je moet doen? De spelen komen eraan. Mm-hmm. Dat signaal heb je niet gekregen. Nee, ik ben er zelf naar een aantal partijen wel toegestapt. Ja. Maar ik denk dat die dus weer te commercieel waren... om met een dermate kritisch geluid te komen. Ja. Ik ben een aantal keer benaderd door grote bedrijven... om iets te doen voor ze, om te schrijven over Brazilië. Waarbij ik natuurlijk altijd beding... kijk, als ik jurist of als strategisch adviseur word ingehuurd... Dan voer ik, voer niet uit, maar dan voeg ik mij naar een beeld van een bedrijf. Maar als ik als schrijver word ingehuurd, dan is het natuurlijk de eerste eis die ik stel. Is, en ik beslis wat er geschreven wordt en er gaat niets uit. Daar kan natuurlijk niet ieder groot bedrijf, een bedrijf als Heineken, als je gaat schrijven over een keerzijde. Heel jammer, want ik denk dan, waarom zou je niet hand in eigen boezem kunnen steken? Ja. En zeggen, wij zijn daar om bij te dragen, dus zie ook die andere kant. Dat vinden toch heel veel mensen en bedrijven vinden dat heel ingewikkeld. Hm. Dus. Ik ga even naar een uitspraak. Schuim der Aarde is een bikkelharde, meedogenloze roman van een groot literair talent. Erik Smit, hoofdredacteur van Follow the Money. Ja. Ik geloof hem op zijn woord. Nou, het is wel, ik vind nogal wat. Het is wel erg pretentieus. Ja. En ik zag ook, je hebt ook voor hun geschreven. Ja. En je adviseert ze ook. Ja. Dus wat, als je dat dan leest, hè? Je wordt natuurlijk gevleid. Maar is dit een objectieve uitspraak? Of is dit van, ik vind het eigenlijk best wel leuk om dat in haar boek te zetten? Of om over haar boek te zeggen? Ik begrijp je suggestie onmiddellijk. Maar het raakt ook wel echt aan de kern van Follow the Money. En wat zij nu juist proberen te bereiken. Mm-hmm. En ook wel echt aan de kern van Erik Smit. Hoewel een anoniem iemand hem natuurlijk niet kent, dus dat moet er niet toe doen. Nee, misschien... Wij hadden dit nooit geaccepteerd als de uitgever. Dus als dit ook maar iets te maken... Nee, absoluut niet. Nee. Ik begrijp je suggestie, maar ik denk sowieso dat je te maken hebt met mensen die jou goedgezind zijn. Ja. Marion van Rooyen heeft de quote vooropgeschreven. Je bent me dus voor. Want, wat je natuurlijk sowieso krijgt, is dat het mensen zijn die denken... ja, dit moet onder het voetlicht gebracht worden. Ja. Daar zit natuurlijk al zo'n enorme subjectiviteit in de zin van... ze hebben dat boek gelezen. En los of ze je kennen of niet, maar echt denken... ik ga mijn naam hieraan verbinden. Dat is nogal wat. Ja. Kijk, ik vraag het ze niet. Hè? Nee. Ik vraag niet, zou je dit boek willen lezen? Nee, zo is het niet. Dat zal waarschijnlijk ook nog wel gebeuren. Ik vind dat nogal wat. Ja. Want je verbindt dus wel jouw naam en je eer aan dat boek. Ja. Dat haalt voor mij al... Dat is natuurlijk dus al heel subjectief. Maar dat haalt voor mij al iedere vorm van soort van... Nou ja, ik belang vind het eigenlijk een rukboek. Hé meisje, weet je wat ik doe? Ik zet even een mooie quote. Nee, want dan gaan zij helemaal nat. Heb je het hier ook nog eens een keer over twee mensen die erom bekend staan? Marion van Rooyen natuurlijk ik net weet goed. Het. Om absolute sloopkogels te zijn. Ja, maar dan, die doen dit soort dingen niet. Nee, dan gaan we even naar Van Rooyen. Want ik ben dus een ongelooflijk groot fan van haar. Fijn. Zij is natuurlijk op een gegeven moment min of meer op non-actief gezet. Mm-hmm. Ze schreef voor NRC. Niet voor alle media, nee. Maar... NOS was dat vooral. Radio hoorde ik haar vaak, reportages, echt bloedstollend. Ja, zo goed ingevoerd. En eigenlijk altijd de andere kant waar we in het begin van het gesprek over hadden. Ja. Ze zocht altijd de juiste verhalen. Ja. Dus als zij dat zegt, ja. Ik ben natuurlijk wat meer journalistiek gaan kijken naar wat mensen van je boek vinden. Mm-hmm. Dan vind ik dat ongelooflijk een bevestiging. Als zij dat zegt, zij is natuurlijk de kenner... De moeder der kenners. Ik was daar dol en dol blij. Ken je haar? Nee, ik kende haar dus alleen maar van corresponderen. Want ik ben wel altijd iemand die zoiets heeft van... God, als je nieuw bent op een speelveld... en dan bedoel ik nieuw, als je pas een jaar of 3, 4... heel erg verdiept in iets... Ja. Dan vind ik dat niks vergeleken met Marion van Rooyen... die daar inmiddels 17, richting de 20 jaar gewoon in Rio woont... in Latijns-Amerika... bedekt. Dus ik heb al het grootste respect voor dat soort mensen. Dus ik wil ook heel graag dan kijken
niet zo van, oh god, ik ga een ander hoekje zoeken of ik ga dat beconcurreren. Nee, hoe doet zij dat? Hoe staat zij erin? Ja. Vindt zij ook dat bepaalde dingen waarvan ik denk, ja, die zouden nou eens benoemd moeten worden? Nou, dus ik heb contact met haar gezocht en eigenlijk hadden wij vrij snel, want dit is inderdaad, dit is wel het type vrouw waar ik van denk, ja, waren die er maar weer? Ja. Maar waren die er maar meer? Dus en die, die worden dan ook nog ontslagen, weet je wel? Ja, nee, hou op. En ze heeft nog een prachtige documentaire op de plank liggen van iets heel anders, waar ze dus die vrouwen, het waren dus allemaal vrouwen die in die ontslagronde zijn weggebonjourd, waarin zij dus, heel origineel, langs al die vrouwen is gegaan. En niet om daar een of ander zielig verhaal te halen van waarom zijn wij nou ontslagen en zitten al die mannen er nog. Leg nog even uit voor de kijker, waar is ze ontslagen? Zij was de Latijns-Amerika-correspondent. Ja. En ik moet het wel goed hebben, want anders dan beschuldig Radio 1 natuurlijk. Nee, volgens mij NRC. Was het de NOS die dat toen. Maar dat moet ik. Ja, nee, dat is ook zo. Dat is absoluut zo. Volgens mij zo. Is het NOS. Het is de NOS. Het is, ja, het is maar de NOS. Ik zou het heel erg vinden als ik het verkeerd heb. Dus dat, hou dat het even goed. In dat het midden. Goed. Dat weet ik. Maar die correspondenten, daar kwam een ontslaghoos. En dat werd dan niet zozeer op de man gezegd van jullie zijn niet goed genoeg. Maar bezuinigen, er komt vernieuwing. Precies. Maar dat waren alle vrouwen. Ja. En zij heeft toen het originele idee gehad. Zij is met de camera langs al die vrouwen gegaan. En zij heeft. Zij is daar geweest en zij heeft gezegd, wat heb jij nou in je correspondentschap? Dus niet, je bent als vrouw ontslagen of nee, geen zielig verhaal. Maar wat heb jij hier nou geleerd? Wat zou je willen meegeven? Wat doet dit land met je? Dus ik hoop echt nog een keer dat die documentaire nog een keer. Ik heb bij het RTL Nieuws 4 jaar gewerkt en ik zie het nu ook bij de kranten. Ja. Correspondentschap wordt natuurlijk een schaars goed. Omdat het heel erg duur is, hè? Mm-hmm. Iemand op een post zetten en. Na 4 jaar weg. Dus dat is een trend, hè? Binnen alle media wordt er op correspondenten bezuinigd. Ja. Terwijl als we de afgelopen week bekijken wat er in de wereld gebeurd is, is het zo hard nodig feitelijk. Ja. Nou, het raakt natuurlijk aan de kern van onze nieuwsvoorziening. Nee, maar heb je niet. Wie als je de ontwikkelingen nu ziet, hè? Ja. Frankrijk weer, Turkije. Dan is het bijna een noodzaak om daar echt met je neus bovenop te blijven zitten. Zitten ze natuurlijk ook aan. Jawel, maar ze sturen ook heel vaak verslaggevers eventjes naar een ramp. En die gaan dan weer terug naar Hilversum. Dat gebeurt ook vaak. Gebeurt ook, maar er zit natuurlijk gewoon een andere ideologie achter. Waar ze mee hebben willen breken, is wat ik eruit heb begrepen. Want ik heb me daar een klein beetje in verdiept toen. Willen breken met dus het voorbeeld van een Marion van Rooyen die heel erg lang zich een gebied eigen maakt. Moet je wel Latijns-Amerika, hè? Ik bedoel, dat is. Dat gaat niet binnen een bizar week. Bizar groot. Precies. Maar dus na zoveel jaar heb je wel je netwerk, je talenkennis. Je weet er. Dat maakt het zo bijzonder. De cultuur, de politiek zit in je poriën. Daar hebben ze dus mee willen breken en willen zeggen, nee, we willen frisse stemmen. Dus iedere 4 jaar komt er een nieuw gezicht. Met de gedachte, die heeft er een frisse kijk op en die weet beter wat een Nederlander wil horen. Ja, dat is een hele andere benadering dat van ik, dat het klinkt legitiemer ook. Je kan best een gezicht vervangen. Mm-hmm. Maar sommige mensen zijn gewoon. Max Westerman was het gezicht van New York. Mm-hmm. Ja. Een fantastische verslaggever. Ja. En ze zeggen dan van ja, de sleet komt erin en iemand zit dan te veel in. Heeft er te weinig frisse blik op. Ja, ik vind het ook van een domheid troef. Maar. Geef het terug naar jou, hè? Want je bent natuurlijk ook een journalistiek dier eigenlijk. Hè? Die combinatie bij jou is heel grappig. Hè? Aan de ene kant zit je in het zakenleven en ben je adviseur. Wat me opviel was dat je bij Buitenhof adviseur was of bent. Mm-hmm, was. Hoe moet ik me dat in godsnaam voorstellen? Dat is heel anders dan het zakelijke wat ik doe, hoor. Nee, maar dat vind ik een mooi voorbeeld. Dat doe je ook. Dat heb je ook gedaan. Wat doet iemand bij Buitenhof? Nou, wat mijn. Kijk, ik ben natuurlijk niet opgeleid als journalist. Dus ik zal me ook nooit zo noemen. Af en toe noemt een ander me ergens. Nee, behoor je wel bij de club, hoor. Ik denk gewoon dat ik van mezelf uit. En zo ben ik ook ooit als advocaat begonnen. Ja. Gewoon een enorme drang heb om te weten hoe iets echt zit. En niet alleen maar te weten hoe ik denk dat het zit. Ja. Maar ook hoe dan alle mensen waarvan ik eigenlijk denk dat ze onzin praten. Waarheidsvinding, waarom zij dan, mag ik het zo noemen? Ja, maar nog wel 10 lagen verder. Dus tegen de tijd dat je denkt dat je er bent. En dan nog wel een paar weken erop op doorgaan studeren. Kijk, dat heeft er bij mij altijd wel ingezeten. En zoiets als Buitenhof, zij werken gewoon altijd met adviseurs. Wist ik niet. Dus dat is niet iets wat ik vanuit mijn Maar adviseer je dan een presentator? Nee, wat er gebeurt.
Is dat zij voor ieder seizoen een aantal... Nou, je hebt het weer over de frisse blik. Een aantal één of twee mensen erbij halen. Die meekijken van, kunnen we het nou nog via een andere invalshoek doen? Okay. Dus eigenlijk sparren over een onderwerp. Sparren. Stel Turkije aanstaande zondag. Ja. Dan willen ze weten hoe jij daarover denkt. Of heb ik daar nou een andere kijk? Heb je een insteekidee? Ja, of heb ik een vraag, persoon? Vraag, suggesties? Ja, zo. Oké. Okay. Dus dat is echt heel wat anders dan het zakelijke adviseren wat ik doe. Want het zijn toch twee verschillende werelden, hè? Journalistiek en zakenleven, ja. Hè? Totaal. Dat kan ik rustig aan je vragen. Je absoluut. Noemt jezelf geen journalist, maar dat ben je nee. natuurlijk. Dat ben je. Anders kun je niet zulke stukken schrijven. Dat, die combinatie lijkt me zo grappig. Van, je bent eigenlijk ook geschapen voor fulltime journalistiek, lijkt het. En schrijverschap. Ja, maar mijn luxe... Nou ja, luxe, ik moet er wel hard voor werken. Maar mijn propositie is dat ik natuurlijk onafhankelijk ben en blijf. En dat betekent dus dat ik dus niet bijvoorbeeld voor de correspondent dan oeverloos door moet gaan met stukken schrijven. Terwijl ik eigenlijk denk, ja, dit waren de belangrijke onderwerpen waar ik het over wilde mm-hmm. hebben. Maar ik wil, ik hoef dus niet te concurreren met bijvoorbeeld de echte correspondenten die in Brazilië zitten. Okay. Die gewoon dagelijks met ja. hun verslag moeten komen, ja. ook op de momenten. Dat ze denken, joh, weet je, dit gaat nergens over. Ik heb de luxe dat ik stukken schrijf als ik me boos om iets maak, er ontzettend goed me in ja. verdiept heb. Maar voor het geld, dat weet iedereen. Kijk, kun je nee, beter natuurlijk in het bedrijfsleven nee, zitten. Daar weet ik alles van. In de journalistiek. Ja. Dus die onafhankelijkheid heeft er wel voor gezorgd dat ik me echt kan richten op de onderwerpen. Ja, ja. Waar is, ik me in de prikkel is nu niet zo groot. Maar goed, je hebt ook een gezin, vertel je. Je hebt ja. vier kinderen. Drie kinderen. Drie kinderen, sorry. Er moet ook brood op de plank komen. Nou, daarom. En dat is, het is zwaar. Want het zijn wel echt andere hersenhelften. En zeker als je dan nog probeert een roman te schrijven. Nou ja, probeert. Hij is af. Die kilo's die gaan nu ook wel van mijn schouders. Hoe lang heb je erover gedaan, over dat boek eigenlijk? Nou, dat is verschillend. Het proces ja. heeft lang geduurd. Mm. Het schrijven minder. In ja. die zin dat ik het eerste verhaal dus redelijk snel in de avonduren op papier had. En dat was dus wel echt maar, een soort... Noem eens een jaartal, wanneer ben je begonnen? Het is nu 2016. Ik denk dat ik in 2013 het eerste verhaal af had. Maar dat was wel een luik dat ergens openging en dat verhaal kwam eruit. Dat was een soort structuurgedachte van hoe moet het worden? Niet. Nee, de structuur. Personages. Het fantasieverhaal. Okay. Dus even los je wist van wel Brazilië. Toen al, hè, we hebben het zo over, die personages die je hebt gekozen. Ja. Had je toen ook al wel een beetje in je hoofd? Helemaal. Niet een beetje. En daar bespeur ik toch ook weer, hè? Vooral de jongeren en de jeugd en de verschrikkingen die kinderen daardoor maken. Daar moet je toch ook non-fictie over nagedacht hebben, toch? Je hebt niet voor niks een jongetje genomen omdat kinderen daar in zo'n krankzinnige positie zitten. Is er een verband? Nee, ja, dit is hoe ik denk, dag en nacht, ook als ik in Nederland ben. Ik heb weinig interesse voor mensen die... alles hebben en tevreden zijn. Mm-hmm. En dat zit gewoon überhaupt niet in mijn systeem mm-hmm. of in mijn hoofd. Dus dit is heel maar natuurlijk. Je hebt het ook voor over mij. Een politiecommissaris die probeert de corruptie te bestrijden. Die heb ik als laatste erin geschreven. Dus dat zijn wel linkjes naar de actualiteit, toch? Ja, maar dat is dus op zich wel heel grappig. Het boek bestond en dat waren de behoorlijke... In ieder geval volgens de proeflezers. Ik vind het allemaal niet zo heftig. Maar iedereen vond het redelijk heftig. Dus dat was het jongetje Anjou. Ja. Het jongetje wat... Het wegwerpartikel eigenlijk. Klopt. Wat ergens op een droge zandvlakte woont. En Lucie, het kindhoertje in een achterbuurt. En verder komen dus die beroepen en al dat. Ik wil er geen zielig verhaal van maken. Kijk, dat komt allemaal niet meer terug. Maar je moet ze natuurlijk wel even een setting geven waarin overduidelijk is. Dit is het onderste van het onderste. Maar toen dat dus ruwe verhaal in 2013 klaar was, was eigenlijk de meest gehoorde reactie van proeflezers. Was ik vind het prachtig, maar het grijpt me wel echt heel erg naar de strot. En... Dat is toch van. Ik vind dat heel goed, maar vervolgens moet je ook wel een uitgever vinden. Jawel. Die had je toen nog niet? Nee, die had ik toen nog niet. Wat zijn proeflezers? Wie zijn dat? Dat waren een aantal mensen die niet zo dicht bij mij stonden dat ik dacht ze durven geen kritiek te hebben. Dus mensen die ik bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven. Heb je die zelf uitgezocht? Ken? Ja, daar zit natuurlijk. Maar ja, daar heb je het. Weet je, daar zit natuurlijk weer een spanningsveld nee, nee, in. Maar ik ben nieuwsgierig. Ik ken het fenomeen niet. Ja, nou ja, ik wilde wel echt van mensen... Met tv heb je het ook, hè? Ja, dan heb je dus mensen die gaan naar een format kijken. Ja, natuurlijk. Ja, ja. En die geven een cijfer.
Ja. En dat kan voor een producent een reden zijn om dat programma te gaan ontwikkelen. Ja, maar ik wist niet. Jij hebt gewoon eigenlijk een beetje buiten je eigen intieme kring gekeken van... Nou, intiem, ja, het zijn wel mensen die zo intiem zijn dat je je er kwetsbaar bij op durft te stellen. Dus dat als zij zeggen van, joh, weet je, het is allemaal hartstikke leuk dat je dit probeert. Maar alsjeblieft, leg het in een la en ga gewoon verder met, je, met wat Mag je aan het doen bent. Mag ik weten hoeveel mensen dat geweest zijn? Drie. Oké. Okay. En dat waren alle drie mannen, oh. Gek genoeg. En toen dacht ik, dat is niet goed. Want ik ben altijd juist heel erg bezig met het doorbreken van een soort mechanisme van meteen naar mannen toe gaan. Maar dat... Ik dacht dus dat dat toeval was, maar misschien is dat geen toeval geweest. Want toen heb ik het één vrouw het laten lezen en die stopte na één hoofdstuk. En die zei, ik trek het niet. En toen dacht ik, ja maar ho, wacht eens even. Ik trek het niet omdat het zo die dramatisch vond het te heftig. Is. Ja. Die vond het te heftig. Ja. En dit waren mannen die of in de media zaten of in de literatuur. Hmm. Of in mannen de waren minder geschrokken. Nou, die zeiden, dit is voor het eerst in tijden dat een boek zo bij mij binnenkomt. Okay. De hoofdpersoon is in de ik-persoon geschreven, het jongetje. Dat maakt natuurlijk dat scheelt natuurlijk. Ja. En toen dacht ik van, nou weet je, ik wil geen boek schrijven wat zometeen geen vrouw gaat lezen of geen ja, normaal maar, mens gaat lezen. Aan de andere kant, het is natuurlijk maar één vrouw die. Nee. Het was wel overduidelijk dat ze zeiden van, God, nou jij denkt misschien wel zo en jij vindt het heel normaal om met dit soort materie bezig te zijn. Maar wat wil je? Wil je alleen maar altijd je eigen zin doordrijven? Of wil je ook op een gegeven moment een zeker publiek bereiken? Ja. Nou, ik vind het niet meer dan normaal dat je daar ook wel een compromis in bereikt. Nee. En toen heb ik Elisabeth, de vrouw met wie een Nederlandse lezer zich het meest zou kunnen identificeren. Want zij is een politieagent in een grote stad en getrouwd met de hoofdcommissaris. En dat is dan de enige niet-corrupte. En het tragisch, maar wel positief voor het boek is, het tragische is dat eigenlijk die hele verhaallijn één op één op de actualiteit in Brazilië gelegd wordt. Dat is wat ik steeds roep. En dat heb ik destijds me niet gerealiseerd. Nee, maar dat, is dat vind ik nou juist het interessante. Daarom heb ik ook gevraagd of je wilde komen. Omdat ik dat meteen dacht, en nu heb je het zo heel mooi uitgelegd, van dat overleven, hè, mm-hmm. Dat is wel jouw thematiek. Hè? Dat komt overal terug. Ja. Het overleven, moraliteit... En maakbaarheid, hè? Dat noem je holle begrippen. Mm-hmm. Waarom? Want mensenrechten komt voorbij. Hè? Je zit dus in die hoek van normen, waarden. Mm-hmm. Hoe komt dat? Terwijl ik dat tegelijkertijd natuurlijk heel erg verwerp. Want in het boek is er natuurlijk nergens enige, geen spoor van moraliteit te vinden. In het boek niet. En is iedereen... Maar ik wil even een overstijgende vraag stellen. Ja. Dit zijn wel jouw thema's, toch? Dat houdt me heel erg bezig. Kom je uit zo'n gezin waar, waar al Amnesty op het raam geplakt was? Of, totaal niet. Nee? Nee. Nee, ik denk dat dat een combinatie is van gewoon hoe je draden op elkaar zijn aangesloten. En ik zie weinig... kleurtinten. Ik ben redelijk zwart-wit. Nee, maar als je de moraliteit hoog hebt en het overleven, dan dat is redelijk dat zijn geen los flodders. Nee. Dan ben je wel met iets bewust bezig, toch? Ja, nee, absoluut. Ben je dan toch een beetje een wereldverbeteraar? Ja, grootste belediging die iemand mij ooit... Niet met geitenrollen sokken en nee, sandalen. Nee, maar de grootste belediging die iemand mij ooit heeft gegeven is... die zei, Jezus, jij bent een soort Jehovah Barbie. Kijk, nou, dat waren de dat twee dingen. Dat waren de twee dingen waar ik echt... Nou, ik heb hem bijna op zijn bek geslagen. Dat had ik ook. Maar achteraf denk ik natuurlijk hetgeen wat je het meest raakt... daar zit natuurlijk de grootste kern van waarheid in. De twee dingen die ik het meest verafschuw... dus de echte de bekeerlingen, de mensen die denken de waarheid in pacht te hebben... Sectarisch. Tegenover, nou, dat Barbie, daar kan ik dan heel weinig mee. Dus dat vond ik wel... Wat zou dat mee te maken hebben, denk je? Ja, nou ja, het feit natuurlijk dat mensen je redelijk snel plaatsen op grond van je uiterlijk. Ik ken veel vrouwen in mijn leven, ik ben 63. Je roept bij mij meteen niet het associatie Barbie. Nou ja, daar was ik ook zo boos. Dat is wonderbaarlijk, toch? Nee, met mijn werk krijg ik daar wel mee te maken in de zin van dat mijn... Nooit in het bedrijfsleven overigens, terwijl ik daar altijd alleen met mannen heb gewerkt... heb ik nooit enig issue daarover gehad... En dus ben ik gewoon wie ik ben. En is dat vrouw of niet vrouw, haar of weet je, dat staat er helemaal los van. Okay. Maar in die journalistieke wereld heb ik vanaf dag één te horen gekregen. Omdat ik daar natuurlijk redelijk snel in een soort blonde mutsenhoek geduwd werd. En dat heeft natuurlijk alleen met uiterlijk te maken. En daardoor werden mijn stukken altijd nog steeds te mannelijk bevonden.
Dus dat is eigenlijk de grootste drempel. Maar je hebt voor dames een damesblad geschreven, toch ook? Helemaal in het begin. Ja, toch? Ja, maar dat is dan dus gewoon mensen die zelf ook wat verder kijken dan hun neus. Ik bedoel, met alle respect, je bent toch geen manwijf of zo? Van... Nou, dat wordt me wel vaak tegengeworpen. Oh ja? Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dus alleen in die hoek? Ja. In het bedrijfsleven? Misschien zijn ze wel een beetje bang voor je, omdat je zo goed bent. Weet ik niet. Nou, nee, ja, ik... En de correspondent, laten we wel zijn. Ik heb voor de Post online gewerkt 2 jaar. Ja. En we hadden het natuurlijk vaak over de correspondent. Ja. Dat heeft toch iets chiques, hè? Dat is niet zomaar een clubje mensen. De man die erachter zit is zeer gedreven. En jullie werken vanuit een bepaalde perspectief. Hè? Maak je journalist meer de achtergrond, de diepte in. Ja. Dat is de correspondent, als ik het goed zeg. Dus dat zegt ook al iets. Ik hoor natuurlijk niet bij de correspondent. Nee, maar goed, dat is juist zo prettig. Niet iedereen kan daar zijn stuk plaatsen, hoor. Nee, oké. Okay, dat weet ik dan uit ervaring. Oké. Ja, zo zie ik het dan niet. Maar ik vind het gewoon prettig om in ieder geval het juiste platform te vinden voor de juiste stukken. En ik was heel blij met de correspondent met deze stukken. Omdat het moeilijke materie is. En zij hebben een jonge lezersgroep. Ja. En zo bekijk ik dat dus per onderwerp. Maar je laat me ook een beetje schrikken. Want ik zit natuurlijk al 25 jaar in de journalistiek. Maar ik zou jou als collega denk ik van... er komt echt iemand binnen... waar we misschien wel eens heel erg blij van kunnen worden, journalistiek gezien. En qua kennis en achtergrond. Dus is dat dan toch zo'n conservatief wereldje, denk je, in die media nog steeds? Nou, nee, ja. Overal waar machtsbolwerken zitten, wordt conservatief gedacht. En dat is niet eens zozeer omdat individuen conservatief per se denken. Maar dat is natuurlijk gewoon de wetmatigheid van een collectief. Een collectief wordt snel conservatief. Daar kun je niet zo van omdat doen. Eigen regels, eigen wetten, eigen normen. Mensen gaan steeds minder zelf nadenken. De buitenstaande die er binnenkomt, die moet zich waarmaken. Ja. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik... ik probeer me altijd ver te houden van vrouwen die zeggen... ik kan beter met mannen door één deur dan vrouwen. Want dat vind ik zoiets naars. Dat ik denk, joh, ik ben gek op vrouwen. Ik heb alleen maar vriendinnen waar ik dol op ben. Maar ik moet wel zeggen dat als je het hebt over... in hokjes gestopt worden, dat ik daar bij mannen minder last van heb dan bij vrouwen. En dat is ook meteen te verklaren. Dat is niet omdat vrouwen narige types zijn, maar dat is omdat mannen daar zelf gewoon minder mee bezig zijn. Mm-hmm. Jij komt hier net binnen met een shirt aan, je trekt er een jasje over aan en klaar. Jij bent daar zelf ook niet mee bezig. Jij wil gewoon een goed gesprek hebben vandaag. Dat is wel belangrijk. Ik ook. Ja, precies. Maar vrouwen, zeker als je er 10 of meer bij elkaar zet... Daar zitten een heleboel schijven waar ik ook geen oog voor heb. En dan komt weer dat zwart-witte terug. Ja, ik heb daar weinig oog voor. Mm-hmm. Ik denk ook gewoon, hallo, we zijn er. Wat gaan we doen vandaag? Precies. Wat willen we bereiken? Ja. Ik ga even terug, hè, want dit smaakt naar meer natuurlijk. Hè? Ja. Je hebt natuurlijk een boek neergezet. Wat inderdaad, hè, dat kan ik beamen. Status aan huis. Je wordt meegesleept, zeg maar. Dat kan nooit een eenmalig boek van jou zijn als ik je zo observeer. Ik hoop het niet. Heb je andere dingen in je hoofd al? Ja, heel veel. Maar ook werk of politiek of media gerelateerd? Een schrijver geeft nooit meteen zijn nieuwe themaprijs. Maar laat ik het zo vragen. Je zou kunnen denken, dit is dan een lucky shot, hè? Timing van de uitgever, hè? Ja, maar dit is fictie. Maar fictie die wel heel erg aansluit op de actualiteit. Van, wil je weer zo'n boek? Of zeg je van, misschien ga ik wel een boek schrijven over een totaal ander onderwerp? Nee, dat wordt een totaal ander onderwerp. En het feit dat het een lucky shot is, ja, dat is niet zo. Dat is echt puur Oscar van Gelderen. We wilden het namelijk een jaar geleden doen. En ik baalde daar eerst ontzettend van dat niet gebeurde. Ja. Ik zei op een gegeven moment tegen Oscar van, geweldig. Een tijd geleden van, en in 2016 hebben we dan ook nog de Olympische Spelen. Nou, toen zag ik de lamp in zijn hoofd afgaan, waarvan ik achteraf denk, dit had ik nooit moeten zeggen. Ja. Zei hij, dan verschuiven we het 3/4 jaar. Dan gaan we het dan doen. Dus hij heeft daar gewoon slim heeft hij dat verzonnen. Nee, ja, mijn verhalen in mijn hoofd zullen altijd met het mes op de keel zijn. Oké. En ik hou ervan, nu ik dat heb ontdekt, de vrijheid die het geeft om fictie te schrijven. Mm-hmm. En ik denk dat ik weer zo zal beginnen aan een nieuw boek zonder
eerst een land of een stad te hebben gekozen, maar eerst de fantasie de vrije loop te geven. En vervolgens zal ik het weer helemaal gaan onderzoeken, zodat het waarheidsgetrouw is. En dan ga ik je iets met iets confronteren wat erg opmerkelijk is. Ja. Je bent niet zo bij de hand, hè, wat dat betreft, zeg je. Je bent niet commercieel genoeg. Ja. Maar op je site, Pleitschrijver, daar staat het volgende. Het boek is te koop, schrijf je, bij de Betere Boekhandel. Ja. En als je mij in de detailhandel een plezier wil doen, vraag er vooral naar bij de lokale boekhandelaar. Ja. Veel boekhandels kopen geen debuten in, maar die komen liever met gevestigde namen die gegarandeerd verkopen. En als voorbeeld geef jij het geweldige verhaal luidt dat Tommy Wieringa's roman, zeer bekend, Joe Speedboat, op deze manier is gaan lopen. Ja. Dus jij bent helemaal niet van gisteren wat dat betreft. Ik ben niet van gisteren, nee, maar dat ben ik zeker niet. Nee, je stelt je een beetje op van ja, dan moet je niet bij mij zijn. Ik denk misschien niet commercieel genoeg na. Nee, zeker. Maar dit is een ongelooflijke gaaf tip op je eigen site, toch? Nee, ik vind dat vind ik eigenlijk wel niet meer dan logisch. Mensen komen op mijn site om mijn stukken te lezen. Nee, maar je hebt je een beetje opgeworpen in het begin van het gesprek van ik heb dat niet altijd in de gaten, hè? Ik ben wat naïef. Ik ben helemaal niet naïef. Ik heb alles in de gaten. Okay, ik heb gewoon geen natuurlijke aanleg voor commercieel denken. Nou, en dit zijn dingen waar maandenlang met vrienden praat ik erover. En iedereen zei de hele tijd tegen mij van ja, Jezus, Rox, hoe moet dat dan zo meteen? Want de debuten worden niet verkocht. Nee. En toen zei iemand tegen mij, ja, we gaan gewoon aan iedereen in onze omgeving vragen bij de lokale boekhandel. Want het is gewoon waar. Debuten, het grootste gevaar voor een debuut is dat die de dag na verschijnen ondergaat in de golven en nooit meer boven komt. Nou, daar heb ik niet een paar jaar lang mijn ziel en zaligheid in Maar dan gaat het al een boekhandels waar het boek feitelijk al ligt? Of? Nee, want wat ik van de meeste mensen te horen kreeg was, ga er gewoon maar van uit dat die zometeen gewoon niet standaard wordt ingekocht. Nee, en als je er niet dat ligt, weet ik ook. Ja. Dan kan je niet verkocht worden. En toen hebben een heleboel vrienden tegen mij gezegd van, nou, ik ken wel iemand in het dorp, gaat mijn moeder alvast vragen. Oké, dat helpt. En dan moet je op je site zetten. Ja, luister, dit zijn 5 mensen die dat lezen. En dat zijn moeders van mensen. Die zijn dan inderdaad zo lief om naar de lokale boekhandel te gaan en zeggen, heeft u schuim de aarde? Ja. Nou, die hebben we niet. Kunt u die bestellen? Nou, dan liggen er misschien, bestellen ze er 1 voor zo'n vrouw die het bestelt. En misschien bestellen ze er nog 1. Oh, oké. Okay. In de winkel. Ja, dat hoop je. Ja, maar toen ik binnenkwam hier vanochtend, zei ik al tegen, ik ga het je toch weer vragen. Er is een ongelofelijke klacht, hè, bij schrijvers. We zijn natuurlijk beginnend. Ik ben ook 2 jaar geleden begonnen. Dus ik zit in hetzelfde schuitje als jij. Dat het zo langzamerhand wel ook commercieel heel belangrijk is dat je met je kop op tv komt. De Wereld Draait Door is daar een goed voorbeeld van. Het allermooiste programma, Wim Brands is natuurlijk overleden. Hè? Mm-hmm. Het literaire programma van de VPRO. Mm-hmm. Dat ken je vast. Ja, natuurlijk. De man heeft zelfmoord gepleegd. We hadden natuurlijk Van Dis vroeger. Ja. De literatuur is veranderd. Hè? Van Dis was hoogstaand. Mm-hmm. En De Wereld Draait Door is gewoon, noem ik altijd, een cd-winkel en een boekenwinkel, toch? Niet met je eens, hoor. Ja, wel over dat het een... maar ik ben het niet met je eens dat je als schrijver daar moet verschijnen. Want je moet... Dat is echt... wat zal het zijn? Zal er 1 schrijver... Er wordt sowieso 1 boek per maand, wordt er dan genoemd. Dus dan heb je er 1. Nou, misschien zit er 1 schrijver per maand. Dat is meestal iemand die we al kennen uit een ander vakgebied, dus die al programma's maakt. Of, nou, komen ook wel mensen zoals jij, hoor. De kans is groot. Daar hoef ik het, denk ik, daar heb ik nooit over nagedacht. Ik ben er nooit een seconde van uitgegaan dat ik bij een van die programma's zou zitten. Uitgever ook niet? Nee. Ik kom dan in kringen waarin ze zeggen, publiciteit rond je boek, hè? Een aanleiding of een interview voor tv. Ja. Ik zou bijvoorbeeld, als ik bij één vandaag zou werken, zou ik jou interviewen voor 5 augustus. Nee, dat is wat anders. Kijk, ik heb natuurlijk wel mijn reguliere werk. En dat is dat ik veel over Brazilië schrijf en veel lezingen geef. En kijk, en vanuit die hoek word ik nu benaderd vooral voor radio-dingen. Maar dat is natuurlijk niet om over een roman te spreken. Nee. Dus ja, als je erop gaat gokken, ik heb een roman geschreven en nu moet ik maar bij mensen kunnen toch ook een gesprek voeren wat wij doen? Nou, wij hebben het toch niet alleen over je boek? Maar waar wil je de dat... De combinatie is toch interessant? Ja, maar op de radio gebeurt dat ook wel. Oké. Okay. Ja, nee, op de radio gebeurt dat zeker. Ja. Dus je bent niet zo cynisch als ik, dat je zegt, zonder De Wereld Draait Door kun je in Nederland ook massaal je boek onzin verkopen. Ik heb in mijn hele schrijfperiode geen seconde aan De Wereld Draait Door gedacht. Okay. En nog steeds niet. Nee. Je bent het dus ook niet met me eens dat de devaluatie van het boek, zoals in de klassieke betekenis van
Ik ben een beetje spottend. Elke BN'er schrijft een boek over... Nou, daar ben ik het zeker mee eens met die devaluatie. Ja. Maar dat is wat anders dan zelf dus meegaan in dat gedachtegoed en denken, nou, ik moet op een of andere manier mijn boek zo positioneren dat ik bij de wereld draai doorkom. Okay. Kijk, wat ik denk dat er gaande is, en dat is veel breder westers gezien, is dat je... Philip Roth zei ooit eens, je schrijft een boek om het bewustzijn van mensen te vergroten. Mm-hmm. En kijk, wij zijn natuurlijk van een soort outward blik, zijn wij naar een inward blik gegaan, letterlijk hè, de selfie. Dus mooi. Kijk, dat is natuurlijk de grote verschuiving die je in het Westen vooral ziet. Mm-hmm. Is dat wij niet meer bezig zijn met elkaar dingen te bieden. Dat is het. Om het bewustzijn te vergroten. Ja. Wat ik echt hoop met dit boek te doen. Het is een oncomfortabel boek, dus ik hoop echt dat je bewustzijn in ieder geval geprikkeld wordt. Mm-hmm. En wat natuurlijk... Weer dat ik ben te mannelijk en niet mensen kunnen zich niet voldoende met mij identificeren. Mm-hmm. Hoor ik dan vaak bij vrouwenbladen over mijn stukken. Dat is weer niet bewustzijn vergroten, maar herkenbaarheid. Ja. Zie ik in jou een kloon van mezelf, waardoor ik weer een vorm van tevredenheid heb. Ja, dat zijn twee totaal verschillende uitgangspunten. Ja, en dat is de devaluatie van het boek. Ik weet van mezelf ook hè, dat het ongelooflijk kicken is, hè. Als je die handel opgestuurd hebt en je krijgt de correcties binnen... Ja. En de cover gaat leven en de achterflap en het hele pakketje komt tot je... Ja, geweldig, dan ontstaat er wel iets, vind je niet? Ja, bij jezelf. Dat is zo'n fantastisch... Ja, nee. Dat is een gevoel wat je eigenlijk... Is niet te beschrijven. Een goed stuk schrijven voor de krant. Ik heb veel televisie gemaakt. En dat is hetzelfde wat ik had, wat jij hebt. Ik had een enorme drijf. Dat is bijna ziekelijk, hè? Want elke journalist moet ooit een boek schrijven. Ja, is dat dat is een soort drive. Maar een boek schrijven kun je eigenlijk niet vergelijken met de andere dingen die je in je leven doet. Nee. Heb je dat ook zo ervaren? Ja, absoluut. Het is het meest intieme en enge en bevrijdende wat ik ooit heb gedaan. Ja. Ja. En het, je doet het dan nog buiten je normale, tussen haakjes, uren om, hè? Ja, je verdient er geen geld mee. Ik vraag me af hoe andere mensen dat doen. Heb je vrijgenomen ervoor? Nee. Of je hebt het gewoon altijd naast je gewone werk gedaan? Ja. Dus s'avonds, eventjes leuk, romantisch. S'avonds naar boven, kinderen in bed. De afgelopen drie jaar, iedere vakantie, iedere kerst, iedere hele zomervakantie. Niet dat ik de hele zomervakantie vrij heb, maar... de vakanties bij ons in het gezin, maar dat was eigenlijk al heel lang daarvoor ook zo. Vanaf het moment dat ik mijn vaste baan als jurist heb opgezegd. Als wij ergens zijn, dan ga ik om een uur of 6, 7 werken, 's ochtends. En dan heb je dus al een paar uur op zitten. Ja. Nou, die kinderen die heerlijk is een uur of 9, komen die een beetje hun bed uit en die dwarrelen een beetje om je heen. Dan werk ik tot 10 uur. Dan heb je er in ieder geval 4 uurtjes op zitten. En dan 's avonds of in de namiddag. Ze weten niet beter. Dus ze zijn wel even blij nu dat ze dat moeder weer even met andere dingen want bezig is. Nee, want dan zou je het zien als iets wat ze gemist hebben. Okay. Ze hebben mij als moeder. Kennen ze mij niet anders. En ik ben... Maar efficiënt als je bent, hè, in je gewone leven. Heb je dit boek eigenlijk ook op een hele efficiënte manier aangepakt, toch? Efficiënt zou zijn geweest als ik het gewoon hop had geschreven. Ja, maar er zijn ook mensen die doen 10 jaar over een boek, dat weet je. Ja. Nou, ik denk dat dit is het relatief snel. Dat ik heb nu natuurlijk meer mensen in dat creatieve wereldje ontmoet. Ja. Wat natuurlijk hartstikke leuk is, zeker als je uit het bedrijfsleven komt. Maar dan zie je dus, dan denk je dat zaligmakend is. En dan denk je, joh, in het bedrijfsleven zijn ze allemaal alleen maar cognitief. En daar zijn ze allemaal creatief en geweldig. En, maar dat is natuurlijk ook onzin, want die wereld heeft ook zo zijn gebreken. Wat je daar dus heel vaak ziet, is dat er talloze plannen zijn... waarvan een miniem gedeelte uitgevoerd wordt. Ik denk dat mijn voordeel is geweest dat ik beroepsmatig natuurlijk... ik weet wat het is om zitvlees te hebben. Ja. En ik denk dat mij geholpen heeft in dit, proces. Als het zo van der Heijden bijvoorbeeld, hè, die werkt dan aan 3 boeken tegelijk. Ja, van, ongelooflijk. Met 3 verschillende bureaus. Van, ongelooflijk. Ik heb het eigenlijk over, het hoort bij je persoonlijkheid, hoe je dat doet. Hè? Ja. Kluun heeft een boek in 2 maanden geschreven. Hè? Dat gigantische, weet je wel? Ja, dat komt een vrouw bij de dokter. Ja, dat is. Dus er zitten enorme verschillen in. De een doet het heel snel, de ander doet het 10 jaar over. Van, maar daarom moet je er nooit een ander meten. Alleen denken van, ik heb een bepaald doel. En als je dus iemand bent die graag een boek wil schrijven binnen nu en 5 jaar... dan moet je dus niet inderdaad de eerste 3 jaar al niks uit je pen hebben gekregen. Nee. Want dan gaat het dus niet gebeuren. We stoppen het gesprek. We zijn
ik ben bijna door de tijd heen, maar ik wil heel graag nog iets van je weten. Dat vind ik namelijk zelf ook zo moeilijk. Wanneer geef je een klap op dat boek? Dat je dus denkt, oké, nou is het dus klaar. Ja. Want op het moment dat het gedrukt wordt, denk je, shit, weet je wel. Ik had het misschien toch weer anders... Nee, je kunt er nooit een klap op geven. Ik sla het open nu en dan denk ik, oh, mijn hemel, dat had ik ook zo kunnen formuleren. Het is... Dat blijft, hè, ja, denk ik. Ja, het is work in progress en dat is ook het allerleukste eraan. En daarom kan ik ook de eventuele kritiek prima handelen. Ik hoop dat dit een eerste stip is van een hele lange lijn. En dit is geen eindpunt. Dus Heel flauw dingetje. Want ik ben onder de indruk van wat je doet en wat je gedaan hebt. En je hebt een site, hè, pleitschrijver. Ja. En daar staat onder een poetsdoekje voor uw vizier op de werkelijkheid. Ja. Toen dacht ik, dat is zo zweverig en strookt zo niet met wie jij bent. Ja. Maar dat is een beetje... Kun je dat voorstellen? Een beetje terug naar het begin dat ik niet zo goed ben om af en toe even voor mezelf iets even goed neer te zetten. Dat is een blog dat ik jaren geleden in de avonduren ben begonnen. En wat ik eigenlijk zou ik nu gewoon een site bouwen. Nee, maar het gaat om dat zinnetje. Ja, maar dat zinnetje daar heb ik dus... Het is ben dat je het nu opnoemt. Nee, ja, ik vind het nog steeds... Het heeft wel iets schattigs. Ja. Het was namelijk echt vanuit hoe ik toen ben begonnen. Vanuit... Okay. Doe ik dit of doe ik dit ik niet? Begrijp durf het. Ik het of durf maar ik het niet? Maar voor mij, als ik dus onderzoek doe en ik ga even kijken wie je bent... Ja. Dan denk ik, hé, een poetsdoekje voor uw vizier op dat de werkelijkheid. Dat staat voor mij wel voor die allereerste stap. Ja. Dus ik denk dat ik hem daarom laat staan. Je gaat het niet veranderen? Denk het niet. Je laat het staan? Nee, dat was mijn eerste stap op dit, dit pad. Oké. Okay. Nou, ik vond het heel erg leuk om met je te praten. En jouw boek, Schuim der Aarde... Dat is natuurlijk een boek wat ik heel graag wil propageren na dit gesprek. Het is een prachtig boek. Of je nou journalist bent of niet, de actualiteit of niet erbij haalt. Het is een prachtig debuut en ik wil je heel erg bedanken voor het gesprek. Dankjewel, Tom. Dankjewel voor het gesprek.